Jongens, welkom bij Gamers and Gear. Ik moest even een seconde nadenken, hoor. Wat was het ook weer voor item? Gamers and Gear, waar we elke week de laatste tech gadgets en gear bespreken. Naast me zit Tom Kouwenberg. Ja, je kent hem. Dat is Peter Bouwman. Die ken je ook. Nou, waarom doen we dit met achternamen? Meestal zijn onze voornamen toch voldoende? Is, maar ik dacht even voor de volledigheid, voor de journalistieke integriteit. Als je me echt wil mailen, Bouwman. Ja. O-U-W. Maar goed, jongens, we hebben deze week een Speedlink-muis. En het is een van die onderwerpen waar Tom en ik het meest ver uit elkaar liggen. Is het merk Speedlink. Ja. En de huisstijl daarvan. Ja, nou ja, of het gebrek aan huisstijl. Van, nou ja, oké, je hebt gelijk, ze hebben een huisstijl en die is heel erg uitgesproken. En dan hebben we, volgens mij, hoeveel Speedlink-producten hebben we inmiddels? Nog niet zo heel veel, 2 of 3. 2 of 3, maar ja, telkens komen Peter en ik terug op hetzelfde punt. En dat is dat ik het godsgruwelijk lelijk vind. En Peter zegt, nou fantastisch jongen, dat rood met alle kleuren van de regenboog, dat is een kleurencombinatie. Nee. Het is niet journalistiek. Dat de lampjes paars zijn op rood vind ik ook niet mooi. Oh, okay, dat heb ik toen ook gezegd. Alleen, ik vind het design van die producten gewoon vet. Ja, het is wel heel erg uitgesproken. Dat maar moet ook je vet. Het is ergonomisch. Hier zitten dan ook weer lampjes. En het loopt gewoon vet. Het loopt als een Iron Man pak. Laten we eerlijk zijn. Dit zou zomaar een Iron pak Mark 34 kunnen zijn. Ja, ik weet niet. Ik denk toch dat Tony Stark iets meer stijl heeft. Dat weet ik niet. Nee, maar ja, ik snap wat je bedoelt. Het is wel heel gamerachtig, groeven en lampjes die doorlopen en zo. Ja, ik vind het heel vaak dat ik denk van ik geef mij maar gewoon iets wat een beetje lekker simpel blijft. Ja, maar dit is zo 13 in een dozijn. Nou ja, 13 in een dozijn. Ik vind het alsnog ook wel leuk. Ik bedoel, ik vind het ook tof dat Razer allerlei verschillende kleurtjes doet en regenbogen. Dan denk ik van ja, dat vind ik iets minder 13 in een dozijn. Maar goed, ja, ik snap het. Heel veel bedrijven lopen elkaar achterna. En Speedlink heeft zoiets van, hey jongens, wij gaan zwart met rood en een zieke groeven. En ze doen wel iets aparts. En daar moet je ze nageven. Kudos voor Speedlink. Dat is trouwens een andere muis van Speedlink, de Kudos. Ja, dat is waar. Maar dit is de Dekens Respect trouwens. Dus ook respect voor Superveel Speedlink. Respect, Speedlink. Ja. Maar Tom houdt er niet van. Wat is het voor muis? Welke prijsklasse praten we? Het blijft Speedlink. Dus ja, die zijn wel de gamerkant ingestapt sinds een aantal jaar. Maar het is nog steeds heel erg budgetair. Dit muisje, ja goed, sommige plekken verkopen hem voor zeg 50 euro. Ik heb hem op de Duitse Amazon gevonden voor echt onder de 40. Dus je zit wel echt in een van de laagste segmenten. Maar dan alsnog wel gericht op de gamer, een optische sensor, wel gewicht wat je aan kan passen. Dus echt? Ja, het is ja nee. Waar zit dat gewicht dan? Ja, gewoon onderop. Dan maak je dan open. Wow, hoppatee. Er zitten allemaal 4,5 gram gewichtjes in. Ja, 4 keer 4,5 gram. Dus je kunt hem wel heel lekker anders doen wegen. Hij voldoet wel aan een heleboel zeg maar, van die gamer eisen, maar dan wel voor een minimumprijsje. Oké, dus hij heeft gewichtjes. Hoe muist die? Dat is wel belangrijk. Nou ja, het is een optische sensor tot 5000 dpi. Die kun je dan tussen de 400 en 5000. Nou ja, dat vind ik genoeg. Ik heb hem sowieso altijd best wel laag staan. Maar hij muist gewoon heel prima. Niks op aan te merken. Geen gekke verspringingen. Je kunt gewoon, hij heeft ultrapolling tot 1000 hertz. Dus hij voldoet aan heel veel dingen. Hoeveel knoppen heeft hij? Hij heeft 7 programmeerbare knoppen. En ja, die kun je allerlei instellen. Je hebt 5 verschillende profielen die je onboard kan registreren. Ja, en dat is, in dit geval is dat het verwisselen van de dpi. Waar je nou op aan het rammen bent. En die mag je dus ook weer helemaal zelf instellen. Dus, ja, want daar hebben ze een programmaatje voor. Ze hebben een softwareprogrammaatje wat ik persoonlijk... Hebben ze een app? Ja, ik weet niet. Het is alsof ze ooit een app zouden hebben voor Windows Phone. Dus dat kan ik niet testen. maar nee, dat is inderdaad een dingetje met Kudos. Die Kudos muis van een aantal weken terug, die had een app. En dat vinden wij, nou ja, dat vinden wij gewoon belachelijk. Wij hebben de partij opgericht tegen nutteloze apps. Ja. En een muis-app is nutteloos. Net als een beeldscherm-app. Het is eerste klas. Toetsenbord-app. Het is eerste klas nutteloos. Je zit binnen handbereik van die apparaten. Sterker nog, je gebruikt de muis om handbereik te hebben. Ja. Dus waarom zou je dan je hand loshalen van de muis, naar je mobiel toe brengen, zodat je de muis aan kan passen? Wat is dat? Oké, ik weet niet of het er is, maar vergeten. Nee. Laten we. Nee, app ongeacht wat dat. Wat kun je allemaal instellen? Nou ja, je kunt van alles instellen. Ik moet alleen wel zeggen, ik vind de software wel. Daarin merk je wel van. Het is een beetje budgetair. Waarom dan? Gewoon niet heel sexy. De afwerking ervan is iets minder. Het voelt heel erg aan alsof iemand het in Visual Basic heeft gemaakt. En ook het feit dat er dan verschillende lichtjes in zitten. Dan denk je van, meestal is het dan RGB en 16. Zoveel miljoen kleuren. Dit zijn er gewoon 7. Dat is een primaire kleur. Ja, dus dat kan. Ik vind het ook niet allemaal even mooi. En plus het feit trouwens ook even over die lampjes. Heel leuk dat ze er een lampje in doen. Maar je ziet het al hier in onze studio. Er zijn van die plekken waar het licht door zou moeten komen. Maar daar
komt het gewoon al okay, niet dat door. Dat is wel echt super lame. Ja, want ze hebben... onderstier ook. Ja, ze maken van die hele brede, lange strepen waarin het licht dan doorkomt. Maar zelfs in de donkerste, donkere ruimte, in de donkerste darkroom waar je jezelf kan bevinden... Dat licht, dat bloedt er helemaal uit. En dan denk ik van ja, maak dan gewoon kleinere gaatjes waar het licht doorheen komt. En ga die hele brede strepen trekken als je toch maar één ledje erin stopt... wat dan niet eens dat bereik kan halen, zeg maar. Dus dat... Ik weet niet, ik vind het een beetje, ja, dat vind ik gewoon jammer. Dan hebben ze iets van, we gaan heel uitgesproken doen met allemaal van die lijnen, maar ze voldoen niet aan hun functie, want er moet licht doorheen komen en het bloed gewoon dood. Dat is een duidelijk, moment dat jij... is duidelijk, ik was heel erg geschokt bij je. Ja. Ik wist even niet hoe ik moest reageren, hoe duidelijk jij was. Ja, heel duidelijk. Ik ga het samenvatten, denk ik. Moet ik wel samenvatten? Is er nog iets wat je wilt vertellen? We kunnen het samenvatten. Het is wel, weet je, het ligt wel lekker in de hand. Hij is wat aan de grote hand. Dat is wel een dingetje. Dus als je hem overweegt, je moet niet een petit handje hebben, want hij is vrij lomp. Hij ligt er wel lekker in. Hij muist lekker. Gewoven kabel, dus hij voldoet aan heel veel eisen die een gamer zou kunnen hebben. Zo vet staat het nu. Ja, wow, oké, hij voldoet niet aan de stevigheid. Jawel, maar, Nee. Het is gewoon een heel prima muisje, zeker voor de prijs. Qua prijskwaliteit helemaal prima, maar goed, dan zijn er dus wel die dingen zoals de stijl, misschien de grootte ervan, en het feit dat ze die lampjes ook niet helemaal doorlaten. Ja, dan denk je van, mwah. Maar goed, ik heb best wel een hoge standaard en ik vond dit ook helemaal prima. Qua inhoudelijk, zeg maar technisch is het Technisch is er echt niks op aan te merken. Ja, misschien dan dat die software een beetje, ja, dat ziet er niet uit als een SteelSeries of een Razer Engine, weet je wel. Dus nee. Dan is het een beetje... Maar goed, hey, €40, als je krap bij kas zit en je wilt toch een nieuwe muis, zoiets zou kunnen. Of je zit in groep 8 en €40 is meer dan je ooit denkt te hebben. Ja. Dan is dit wel een investering, hoor. Ja, of je, I don't know, ik weet het niet, je houdt heel erg van rood. I know! Je matcht wel heel erg ermee. Ja, Red Squadron, man! Ik wil het niet graag op mijn muismat hebben liggen, maar dat is gewoon... Aan wat er allemaal rood is. Nou ja, niks aan mijn hele setup is rood, dus het is allemaal wit, zwart en blauw, dus dan gaat het niet. Dus ja, het is een stijldingetje, maar verder, technisch gezien, ik niks op aan te merken. Ik heb een Speedlink toetsenbord, ook rood, het past er precies bij. Ik heb nou ook een Speedlink muis en een Speedlink muismat, dus ik ben helemaal... Ik zeg, neem hem mee. Ja, ik heb een andere verspieling, ben ik aan het reviewen. Oké. Dan komt die binnenkort langs in Games. Ja, die heeft meer knop, hoor. Oh, oké. Okay. Ja. Zo, lijkt doen. Ja. Jij hebt weer de betere gepakt. Nee, het was pure random, dat weet je. Ja, I know. Maar jongens, volgende week zijn we weer elke dinsdag op Gameset.nl. Een dagje later op YouTube. Gameset Gear voor jouw laatste tech gadget en gear. Waarom heb je niet het laatste woord? Dat heb je altijd. Yo, en dat was... Dit trucje doe ik echt al jaren. Dat doe je. Het blijft leuk. Leuk dat je weer gekeken hebt naar een video van ons op YouTube, Gamersnet. Hey, vergeet niet een like achter te laten en je mag abonneren. Dat kan hier ergens staat zo'n heel groot logo van ons. Daar kun je op klikken, dan abonneer je. Bij Peter staat, nou ja, ik denk een unboxing of zo. Daar kun je ook op klikken. Als je zoiets hebt van ik wil dingen uit dozen zien komen en zo. En hier bij mij, dat is een andere video. Dus ik zou zeggen klikken en liken en abonneren en zo. Dat is wat je doet op YouTube, toch? En je mag een reactie achterlaten wat je vond van de muis. Dit is Peter. Hij zegt niet zoveel nu. Doei!